Alle ogen zijn gericht op Londen, waar het nieuws zich in een rap tempo opeenstapelt. De afgelopen dagen zijn er enkele beleidsmakers afgetreden, met als klap op de vuurpijl eergisteren minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Even ter kleine herinnering, het was 2 jaar geleden Boris Johnson die samen met Nigel Farage het gezicht was van het Brexit-kamp. We zijn nu 2 jaar verder en de oplossing is nog steeds niet dichterbij gekomen. Hou er rekening mee, in maart zal Groot-Brittannië dan ook daadwerkelijk zich moeten terugtrekken uit de Europese Unie. In eerste instantie zagen we dan ook dat het pond wat verzwakte ten opzichte van de euro, maar ook ten opzichte van de dollar. Zoomen we wat nader in op de situatie, dan kunnen we concluderen dat het met name de hardliners zijn die zich de afgelopen dagen hebben teruggetrokken. Hiermee impliceert de markt dat May wellicht aan het voorsorteren is op een softe Brexit. Mocht het daadwerkelijk tot een softe Brexit komen, dan zou dit positief effect kunnen hebben op de koers van het pond. Resumerend, de komende dagen is het de grote vraag of May zich in dit wespennest ook daadwerkelijk staande weet te houden.